woensdag. Ik ben kapot. Ik heb al een paar dagen niet gefilmd. Gisteren had ik de verjaardag van mijn oma. Die is 75 geworden. Eigenlijk ook niet echt gefilmd. Alleen op Snap volgens mij. Sinai, die krijgt tandjes. Twee tegelijk boven eindelijk. Dus die heeft dagenlang al koorts en diarree. Dus ik ben kapot. Slaap slecht. Gaat kut. Helemaal ruk. Maar goed. Ik heb dus een soort van alternatieve geneeskundige test besteld. En ik had het vanaf het begin moeten filmen, maar dan ben ik gewoon... Ik had het gewoon te druk, ik was te moe, geen zin in. Dus heb ik niet gedaan, maar ik moest dus 3 potjes ontlasting met ontlasting vullen. En dan gingen ze daarin kijken of je parasieten of andere dingen hebt. Ja, mijn nagel is eraf. Word je morgen gereden? Oh nee, vanavond. Vanavond ga ik mijn nagels doen. Yay! Dat heb je dus al gedaan. Ik moet een urinetest doen. Die ga ik vandaag afmaken. Om de waarde van mijn urine te meten. En ik moest een bloedtest doen. Die heb ik ook al gedaan. En ik moet nu een andere test doen. Glucosetest. En dan moet ik hier ook al mijn waarden opschrijven. En ik moet in mijn vinger prikken. Dus ik heb mijn handen allemaal gewassen. Eerst 1,5 liter water. En hier is mijn glucosepoeder die eruit in gaat. Moet ik wel op te zuipen. Nou, ik ga voor nu eerst mijn naadje klaarmaken. En ik weet al hoe dit allemaal werkt. Dat ik ook zwangerschapssuiker heb gehad. Ik heb ook zwangerschapssuiker gehad, dus ik heb toen ook al moeten prikken. En dit had ik dus al. Even mijn naaldje klaarmaken. Dopje eraf. Nou, doe maar niet op 3. Span mijn poog aan. Ik ben echt altijd echt freaking bang om te prikken. Ik haat het. Deze zit er vast in. In ieder geval op ga ik hem terug met je bloed vangen. Kijk maar, doe hem ook nog verkeerd in. Beetje wrijven aan mijn vinger. Erop en... Bam! Ik durf niet te pakken! Dat heb ik al een keer! Oké. 1, 2, 3. Ik weet dat het geen pijn doet. Het doet geen pijn. Het doet geen pijn, Virgin. Het doet geen pijn. Ik heb het lang niet meer gedaan. En ik vind dat even spannend. 1. Ik doe op 2 in mijn pan. 1, 2, 3. Ah, oh, ik kan het even niet. Wacht even. Kutzooi. Ik wil gewoon gezond zijn. Ik durf het niet. Het feit dat ik het in moet drukken, dat maakt me freaking panisch. Want ik hou al niet van naalden. En elke keer als ik moet bloed prikken, raak ik helemaal in freaking paniek. Kien! Oh, ben je wakker? Kom maar alsjeblieft helpen. Kien is vrij. Kom maar alsjeblieft prikken, alsjeblieft. 3. Ah! Auw! Ik prik er even normaal. Oké, ready? Komt ie. Nee, hier aan de zijkant. Hier. Yeah. Oké, rustig. 3. Oké, 1. 2. 3. Het is dus niet goed. Oh. Hij is niet diep genoeg. Oh ja, kom! Ja. Oh my nee. Ja, dat laat je toch niet zien, mama. Dit is zeer. Zomaar ging je huilen ook. Vijf komma zes.
En dat is goed, of? Weet ik niet. Wat doosje, wel setje is dit. Oké, ik moet dus straks... Ik ga dus nu dat die glucose... ga ik opdrinken. En dan... dan moet ik dus 3 keer om een half uur prikken. Waar ik erg tegenop zit. Ik zit er ook tegenop om dit op te drinken, want het zou er freaking goor zijn. Ik ga het ook gewoon hieruit drinken. Dit is zo vies. Ik laat jullie zo het rest zien. Ik moet even bijkomen. Oké, ik heb net dus geprikt. 3 keer om een half uur. De eerste keer toen ik het nuchter prikte was het 5,6. Daarna 8,9 en toen 9,9 en nu net 8,7. Nu moet ik nog even gaan plassen. Ik heb ook dit gehad. Ik ga een plasje doen en ga het even opmeten. Nou, ik moest dit dus even doen. Ik moest dit in plas doen. En het is schil gebleven. Zoals je ziet, kan je het daar afmeten. Oh nee, hij verkleurt. Uh-oh, hij wordt groen. Ah, hij valt nog wel onder normaal. Dat betekent dus dat er dus waarschijnlijk glucose in mijn urine zit. Of niet. Nou, ik heb dus de meting opgestuurd naar zo'n mannetje. En hij zegt dat ik dus nog een keer moet meten, want mijn waarden zijn niet goed. Was natuurlijk te verwachten. Maar, kijk even wat hij zegt. Oeh, ik zit net eens net te luisteren. Hij is volgens mij nu aan het bespreken. En dan moet ik waarschijnlijk nog even kijken. Goedemiddag. Oh, mijn tas! Is die er open? Moet ik aanbellen? Nee, ik weet het, die code wel. Mooie schoenen, mooie tenen heb je. Zo daar. Ja, ja. Dat is met een doel. Oké. Okay. Serena heeft me opgehaald. Want we gaan dit ergens eten. En ze wil niet zeggen waar. En als ik ergens niet van hou, is dat het. Ik heb mijn haar niet eens gedaan. Dus mijn staartje is super krokant. Ik heb een pakje aan van de Sarah. Heel leuk. Dat ik nog in de kast liggen. Ach, een pluis krijg ik hier. Ik heb mijn glitterhakken aan. En mijn glittertas. Dat is beter maar waard. Serena loopt daar met een grote reet. En een mooie hempie. Komt u maar. Waar dit naartoe gaat. Woe. Mijn kamer krijgt gewoon een klap. Zo. Ik voel gewoon die naad. Voel ik gewoon krikken. Nou. Oh, hier. Wil je laden? Ja, heb je een hint? Dat kan je ook echt niet geven. Hoe ver is het rijden? Dan keek ik net op de navigatie 50 minuten. Wacht even kijken. Oké, maar luister. Wat hebben ze daar te eten? Even kijken, wat voor hint kan ik je geven?
Wat hebben ze te eten? Ik heb van alles te eten. Echt van alles. Oeh. Maar. Even maar. Denken, hoor. Een hint. Vis? Ga eens geven dingen. Weet ik niet. Je vraagt alweer veel. Van Den Haag. Je vraagt veel, man. Ik mag geen alcohol, hè? Drink toch gewoon fris? Dat is wel fris. Virgin cocktail. Oh ja. Oké. Waar gaan we naartoe? Vis. Dat is de enige hint die ik jou ga geven. Ik ga nu het opzoeken in de Haag. Nee, niet door. Niet door. Hou op. Ik neem jou nooit meer ergens naartoe. Goed, Jim. Ik denk namelijk dat ik het weet. Wat dan? Dat ga ik niet zeggen. Daar wil ik het opzoeken. Nee, Virginia, niet opzoeken. Heb je al gegoogeld? Had je nee, al gegoogeld? Ik heb niet gegoogeld. Maar wat denk je dat het is? Geef iemand, mij een hint. Gaat iemand zingen? Ik ga jou slaan, hè? Ja, ik denk dat ik het nou weet. Is het door jou gezegd? Nee, dat heb ik niet gezegd. Oh. Ik vroeg het aan Don en Don deed echt freaking droog. Weet je wat Don is? Ik zit echt Don, waar in Antwerpen is dat Don? Serena gaat me mee nemen, weet je waar? Hoor op, heeft hij gezegd? Ik zei nee, hoor op. Maar waarom, als zij het heeft gezegd, moet ik je zeggen dat? Ja, maar zo moet het ook, want Virgin, dat vraag ik weet al wat het dag. Is. Ik weet al wat het nee, is. Nee, nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nou vind ik het niet meer leuk. Ik denk dat ik het weet. Doe maar alsof je het niet weet. Oké, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd, er werd nog groot bij je dan. Nee, we gaan afwassen. We gaan nee, afwassen. Nee, ik kan niet af. Ik was thuis niet eens af. Ja, vandaag ga je moeten. Ik ben erg benieuwd. Maar ik denk dat ik het weet. Mami is naar de hout. Waar is je kind? Ik weet het niet. Waar is die? Ik weet niet waar mijn kind is. Ik weet niet waar mijn kind is. Oké. Nou, we gaan het zo zien. Doei. Ik had geen BH zo. Ik had niet mijn BH moeten doen. Na 1 kilometer gaat de rotonde op. Ik dacht dat ik die tijd hoort best in de It's not a fact, I don't love you no more. Dat ik al het zingen vroeger, hè? Ja? Natuurlijk, want ik was heel goed klaar met die van die sukkel. Deze kan ik me heel goed. Ik heb al die jaren niet meer gezongen. 9 jaar al niet meer. Houden zo. Kunnen we skippen? Waar de vrouw is me naartoe? Maar hier werk ik ook, hè? Waar? Voeltijd. We gaan mijn cliënten eten! Boerenland! We gaan een boerenland eten! Boerenland. We gaan mijn cliënten eten! Oh, we kunnen ook naar de Starbucks drive-thru! Some changes, but the more I change is one thing that remains the same. Verlaat de rotonde. Nou, oké, doei. Serena heeft deze dinner date al weken met me staan, maar ze wil niet vertellen waar we naartoe gaan. Zeker niet. Ik ben nog niet eens in de kapper geweest. Kijk hier, die plukjes komen alle kanten eruit. Ik ben mooi zo. Mijn staart is krokant. Blijf in één van de 3 linkerrijbanen. En ze wil niet zeggen waar we naartoe gaan. Ik dacht dat ik het wist, dat we naar Den Haag gingen. Maar we gaan naar Hoek van Holland. Maar we gaan naar Hoek van Holland. Je hoeft alles te weten, Virgin. Mevrouw de controlefreak. Ik weet het! Ik weet het! Hou op!
rechtsaf. Ik weet dat we zijn. Nee, jawel. Weet jij niet. Kom je toch vaker? Ik heb het verkeerd. Listen. We zijn dus bij Encore. Ik was erg enthousiast in de auto. Ze zal nog de snapfilmpjes in de vlog zetten. Maar Serena is even de auto halen. Schiet op! En Rutja Kot komt vanavond. Ik probeer het nog niet te weten. Ik ben al jarenlang erg fan van Rutja Kot. Echt heel erg fan. Sinds ik klein ben. En dus als je komt zingen en Encore, dat vind ik heel leuk. Dus dat is dat. Nu we gaan eten. Maar ik kan het niet zoveel eten. Want ik heb weer darmproblemen. Maar ja, ik heb weer darmproblemen. Ik wil even een andere vlog. Want het is weer zover. Maar het gaat om de gezelligheid. En ik mag vanavond helaas niet drinken. Want de medicijnen die ik heb genomen zijn echt super zwaar. En als ik één keer alcohol drink, dan kan ik op de eerste hulp komen. Is me verteld. Dat is wel heel jammer. Want als ik dat had geweten, had ik even 2 dagen geen medicijnen ingenomen natuurlijk. Maar goed. Is er nog een plekje dichterbij? Nee. Ik zeg net, als ik dit wist, had ik eergisteren al geen medicatie meer ingenomen. Dan kon ik lekker zuipen. Ik wilde bijna doen vragen van de lastige. Maar had je niet gevraagd? Dat zou echt wel doen hoor. Ja? Ja, tuurlijk. Zodat we konden gaan zuipen. Ja, maar ik kan nu niks drinken. Nee. Volgende keer. Jezus, sir. Dit ben ik wel niet gewend hoor, dat ik altijd zo ver moet lopen. Oh, godver. En dan die brede poot in het hakje. Nou, echt. Kijk maar gaan. Echt. Oh, jezus. Een gans is er niks bij. Surf. Heb je mijn brede poot gezien? Nee, maar jij loopt nog. Je hebt nog een breed hakje. Die van mij gaat tussen die spaken. Oh, dat is vervelend. Niemand heeft je gezegd. Erg enthousiast. Ik ook. We gaan het meemaken. Ik ben zo benieuwd. Ik ook. Oké, doe even de camera weer uit. Mijn batterij is bijna leeg. Nee. Waarom kunnen we jou nergens meer naartoe meenemen? Ik kan het ook zo af en toe. Jawel. Wie made it? Ik ben kapot. Ik weet niet eens hoe ik heet. Zo moe dat ik ben. Zoveel gedronken. Zoveel alcohol gedronken. Nee, maar geintje. Geen alcohol gedronken. Alles vuurtje in. Het was zo een langdradige avond. Het was wel leuk, maar het duurde gewoon te lang. Het was gescamd. Het was tot 11:30. En Rutja Kot komt pas om 11 uur. Mijn tjoe waren er om 7 uur. 7, 5 over 7 zo. Ik ben kapot. Oh,
kan niet meer aan. Water slapen. Doe ze bed. Nou, dit was zo. Het is avond. Dit is echt zo. Dit is moeheid. Dit is echt moeheid. Dit is moeheid. Hoe laat gaat het nog? 5 uurtjes. Maar ja, goed. Ze zijn helemaal zo opgestaan. Nou, rust goed. Fijne avond. Doei. Nu ga ik even naar de Dirk met z'n allen. Eentje mee is een beetje van slag om de dagen die was kwijt. Ik heb ze weer allemaal. Nee, ze zijn weer allemaal. En Kien wilde niet bij je boodschappen doen. Maar ze had geen keus. Wat een post. Ze had Sinarij is mee. Dit was een slag. Kien is iemand aan het koskossie. Ik kan niet meer. Het is er meestens 8 les. We hebben helemaal stress om eten. Alsjeblieft. Ah, dat vind ik. Dat heb je bloem met de stelen. Dat doet hij om mijn papieren. Ik ben echt een dief. Ja, maar. Heb je hier mijn nagels gekocht? Ja. Nou, we hebben boodschappen gehaald. Met z'n allen. In de Dirk. Bro, dit is echt zo veel. Deze plek is kapot groot. De kinderen deden zo druk, hè? Kijk, Javy daar! Hey, Javy! Hey, daar hebben we Javy! Alles goed? Ja, goed. Babe. Mama, u bent alleen. Dit vind ik echt niet meer grappig.
gewoon natuurlijk halen. Lekker voor je eerst. Dit jaar gaat Rutja Kot niet optreden. Oh, jammer.